En hier, in dit stuk, komt de enige grap in heel mijn carrière als comedian die ik gestolen heb, die van iemand anders is, maar die ik zo goed vind. Van mijn papa. Nu, mijn papa is een grappige man, een fijne man, die heeft veel humor. Maar zijn Nederlands is niet zo goed als mij. Dus die vertelde vroeger veel grap aan andere ouders, vooral bij de voetbal en zo, maar die begrepen dat niet altijd. En vooral als we met kinderen opvoeden in België. Zijn beste grap, hier komt die was deze. Ja! Kinderen opvoeden, bergen niet gemakkelijk. Niet makkelijk. Kinderen, veel grote mond, altijd praat, niet luisteren. Ja, slagen bergen mag niet, hè. Daarom, we gaan ieder jaar 1 maand naar Turkije.